Dankjewel. Het meest bijzondere is, vind ik, dat u na de uitnodiging om vooral eerst het evaluatieformulier in te vullen, er toch op bent. ik heb het genoemd Opa IB verteld. En dat is niet zonder reden, want ik wist dat de organisatie, als je maar zoiets van de titel zet, meteen een paar krukken klaar zit. Dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben. Ik werd uitgedaagd aan het begin van de avond door Renato, die inmiddels verdwenen is. Nou, dat kan me goed ook. Die vertelde mij, of die nodigde me uit om mijn waardes te gaan schrijven. En daarin vooral op te nemen, wat zijn nou de tips, wat moet je niet doen, wat moet je wel doen. Ik kan u nu al één tip verklappen en ik kom er helemaal op het eind op terug. En die is, als je van plan bent om met pensioen te gaan, hou dat zo lang mogelijk geheim. Hou dat zo lang mogelijk geheim. Waarom? 6 weken geleden, denk ik, nou ik het geheim, heb ik mijn afscheid gevierd. Dat gebeurt pas echt per 1 juni. Ik denk, nou, we hebben dat maar gehad. Daar komt Fred. Fred die denkt, hey, als hij weggaat, 40 jaar in dienst geweest, dan zal er toch weer... Weet je wat? Albert, kun jij niet eens iets vertellen op een PVB-bijeenkomst over je ervaring? Nou, dat vind je dan leuk, hè? Dat doe je wel. Dan zit je daar achter in die zaal, is de eerste die opent, die zegt van... Albert, ik nodig je uit om je memoires te schrijven. Als u dan ook nog weet dat mijn huidige opdrachtgever zegt, ja, je gaat dan met pensioen. Maar dat wil niet zeggen dat je niet nog toch nog een dag of wat bij mij kan komen. Vervolgens zegt mijn vrouw, kijk eens, ik heb nog zo'n lijst. Dus die caravan in Europa, in dat perspectief is er ook niet. Bovendien heb ik eens gekeken wat ik overhoud van mijn pensioen. Nou, dan hoef je toch... Dat is het enige wat echt goed betaald is, je doet niks meer, je krijgt toch geld. Nou, vanuit dat perspectief ga ik iets vertellen en ja, wat ik ga doen, ik heb geen pan, kan, dit is ook ouder geworden, ik heb geen panklare oplossing, ik heb geen panklare dingen. Ik heb wel nog observaties van dingen waarvan ik denk van, goh, 40 jaar geleden deden we dat zus of deden we dat zo, waar ben ik hier mee bezig, hoe zit dat nu eigenlijk? Is niet volledig, kan niet in een half uur, waar dan ik ook nog 5 minuten gebruik om dit soort dingen te doen. Ik probeer om, nou, er maar eens doorheen te gaan om te kijken of u er iets van herkent. Laat vooral merken als u zegt, het is wel goed zo, hè? We gaan lekker met pensioen. Nou, ik heb inderdaad 40 jaar ruim ervaring in de informatiebeveiliging. Dat noemden we toen nog gegevensbescherming. En toen hebben we hele disputen gehad wat het verschil was tussen gegevensbescherming en informatiebeveiliging. Je had een tijd om dat nog eens lekker uit te kouwen. En ik heb dat gedaan in heel veel verschillende variaties. Nou ja, die staan hier, dat ga ik allemaal niet herhalen. Eentje ervan is IT auditen, dat wil ik ook nog vertellen bij dat geheim houden. Zo lang mogelijk geheim houden dat je met pensioen gaat. Ik ben ingeschreven in het Norea-register als IT auditor. Dat heette toen nog IDP auditor. En ik ging dus aangeven dat ik per 1 juni ging stoppen en dat ik uit het register wilde worden uitgeschreven. Nou, dat leek me niet zo'n moeilijke vraag. Dat was het wel. Want ik kreeg ten eerste het aanbod dat ze ook een gepensioneerde lidmaatschap hadden. Snap ik, zo'n organisatie moet ook ergens geleefd. Maar ik vond dat niet nodig, dus ik zei nee, doe me niet. Schrijf mij maar uit. Na een week kreeg ik een brief thuis, die ik nu maar omschrijf als een soort van dreigbrief. Daar stond niet in van, nou, fijn dat u met pensioen gaat, hartelijk gefeliciteerd, jammer dat u ons gaat verlaten, maar we begrijpen dat, enzovoort. Nee, dat was als volgt. Geachte heer Brouwer, met leedwezen constateren wij u dat u uw lidmaatschap voor het Norea heeft opgezet. Wij maken u wel patent dat volgens artikel, weet ik niet meer, 23b, dit zoveel, zie, volledige tekst stond ook in die brief, u pas per einde van het jaar kunt opzeggen, dus het lidmaatschap loopt door tot aan het einde van het jaar. By the way, we maken u op patent dat u tot die tijd gehouden bent aan alle regels die de opzeggen. Toen dacht ik, nou, hoe welkom kun je je voelen en hoe mooi kun je afscheid nemen. By the way, ik ben IT auditing gaan doen, omdat dat destijds, en ik ben de tweede leergang afgestudeerd in Tilburg, mijn lidmaatschapnummer van... Norea was 23, dus dat is niet erg hoog. Waar begon ik nou aan?
Ik ben dat gaan studeren. Waarom? Omdat in, op dat moment dat de enige opleiding was op enige niveau, die in ieder geval ook nog iets aan informatiebeveiliging deed. En ik had toen veel met RE's en RA's te maken. Ik begreep die jongens helemaal niet. Ik begon over third party mededeling. Ik denk, je praat gewoon mee. Ze hebben een derde verklaring of iets in het pak. Dat moest ingewikkeld en ik begreep ze niet. Dus ik ben dat gaan doen. Daarna begreep ik ze nog niet, maar ze schouwden me wel op gelijk niveau. Dat was wel fijn. Ik heb nog wel wat boekjes geschreven en zo. En ik ben lid van de Jo Bouts Award. Nou, als je in je vak wil bijblijven. Die jury moet ik natuurlijk ook uit, dus ik zoek opvolging. Maar ik ga nu een warm pleidooi houden voor iemand die graag 10 tot 15 scripties van 170 pagina's in het Engels met goed vak doordrongen cretologie erin wil bestuderen in 2 weken tijd en daar dan een gedegen oordeel over wil geven. Hartstikke leuk werk en dat ben ik serieus. Dat is leuk. Goed ook om bij te blijven in je vak. Want ze schrijven al 40 jaar over awareness, ze schrijven al 40 jaar over cryptografie, ze schrijven al 40. Allemaal niet zo nieuw hoor. Allemaal niet zo nieuw. Nou, daar gaat de rest van mijn verhaal over. Die agenda die heb ik opgesteld voordat ik ze slides ging maken, dus dat slaat nergens meer op. Dit is de volwassenheid van ons vakgebied. Een cretologie waar je eng van wordt. Ga aan een bestuurderstafel zitten en ga dit soort nonsens uitslaan. En ze sturen je de deur uit met de vraag, we komen weer terug als ik je begrijp. Of kan begrijpen, of wil begrijpen. Je bent op achterstand. Ik heb er nog een paar slides van, maar wij praten niet de taal van de business. En zolang we dat niet doen, zullen we niet over de buren krijgen wat ons vak is. Dat was 40 jaar geleden zo, dat is nog steeds zo. Dit is mijn begin. Toen ik in 76 in dit vak begon, toen waren de Rode Armee-brigades en de armee, hoe heet het, de Brigade Rosso's en de communistisch strijdende cellen in België, die waren hartstikke actief. En wat deden die? Die veroverden, of die vielen overheidsrekencentra aan. Dat was een specifieke hobby en dat gaf wel wat opschudding. Met name die RAF in Duitsland, die heeft natuurlijk ook wat doden veroorzaakt en zo, die waren nogal nadrukkelijk aanwezig. Ik denk, dat is 40 jaar geleden, is een tijdje stil geweest, maar op dit moment beginnen we er weer aan te wennen. Wij hadden toen, en ik praat over wij in het Rijkscomputercentrum te Apeldoorn, mega trots op onze computers. En die stonden achter letterlijk een glazen wand vanaf de straat goed te zien. Ik was trots dat je een modern bedrijf was, ambtenaar ook nog en dan modern. En dan, hè, dus dat was dubbelop allemaal. En toen dachten we van nou, misschien moeten wij daar ons, voordat in Nederland ook een rood leger begint, moeten we maar eens wat gaan doen. En dat is het begin geweest. Ga mij niet vragen wat dat laatste plaatje betekent. Wie weet dat? Gevaar, gepigeerde wagen. Verwittig uw collega's en vlucht snel op straat, zo ver mogelijk. Het is Belgisch, ik vermoed dat het een geprepareerde auto is, maar ik heb gezocht, ik heb het niet kunnen vinden. Toen hadden we nog geen Google, toen kon ik het niet opzoeken. Ik heb het van de week nog een keer geprobeerd, maar ik kwam er niet echt uit. Ik heb het ook aan de Neerlandicus gevraagd, waar ik toevallig tegenover zit. Maar die kon mij niet verder helpen. Het was gevaarlijk. Nee, kijk eens, dit heb ik echt meegemaakt. Dat is mijn slaapzak en dat is een, nou, weekendtas, kun je niet echt noemen. Wij werden s'nachts om 4 uur, nou, om 1:12 gebeld, 1990. Beste meneer Brouwer, ik was toen hoofdbeveiliging. Om 4 uur vannacht staan er 200 boeren met tractoren om uw gebouw heen. En u kunt er niet meer in of uit, want ze zijn boos. Wat maken ze nou boos op? De toenmalige minister van Landbouw, die niet genoeg subsidie gaf. Denk ik van, god, dat is 40 jaar geleden. Waar staan we nu? Is niet zoveel. En wij zaten daar s'nachts om 4 uur echt uit die ramen te kijken. En daar kwam een kolonne aan van 200 tractoren van die grote dingen. Die in een soort van militaire marsorde en in gedisciplineerde opzet binnen de kortste keren ons hele gebouw potdicht hadden gezet. Kon er niet meer in de ruimte. Alleen wij hadden gezorgd dat we s'nachts een man op 30 aanwezig waren die de noodzakelijkste operaties konden doorgaan. En dan moet je dan bedenken dat in die tijd nog tapes naar de banken gingen om salarissen te betalen, om huursubsidies te betalen, om ambtenaren hun geld te laten krijgen.
En dat soort dingen. Nou, die hadden we naar het politiebureau gebracht, stiekem. En dat is dus allemaal gewoon doorgegaan. We zijn vriendjes geworden met de boeren. En ik heb 3 nachten op de sofa van onze directeur op onze kamer mogen bivakkeren. Leuke tijd, maar dat was het begin van mijn informatiebedrijf. Ik werd opgebeld. Ze hadden in diezelfde tijd geweest zijn. Was toen nog via een telefoniste, hè, want buitenlijn was gevaarlijk. Dan kon je rechtstreeks bedreigd worden. Dat was echt de situatie. Nee, dat was toen nog meneer Brouwer. Meneer Brouwer, ik heb hier iemand aan de lijn die vraagt naar iemand die iets weet over beveiliging van computers. En volgens mij weet u dat. Verdeel maar door. Dat gesprek werd nooit meer vergeten. Maar zo'n meneer uit Wassenaar, die net zo sprak. Ik kan dat niet nadoen, maar ik ga het wel proberen. Meneer Brouwer, ik heb nodig iets gelezen in Bild Zeitung. Heb ik van weekend gekocht en ik maak mij ernstig ongerust. Ik maak mij zeer ernstig ongerust. Want daar staat een artikel in wat ik niet goed begrijp. Maar wat ik eruit begrijp is dat computers door middel van virussen ziek kunnen worden. En daardoor ernstige misvorming aan data of iets dergelijks kunnen doen. Nou, bent u van het Rijkscomputercentrum? Daar komt ook mijn salaris vandaan. En ik was benieuwd wat u daartegen doet. En ik had nog nooit hoofdbeveiligingen, never van mijn leven niet van virussen gehoord. Ik wist werkelijk niet waar de man het over had. Dus ik heb hem te woord gestaan dat hij zich absoluut niet geen zorgen over doet, maar ik volledig onder controle had. En ik ben naar de desbezijde boekhandel gegaan om hem te kopen. Ik kon hem niet meer vinden, ik moet hem ergens hebben, maar daar stond inderdaad een ziekmakend artikel in voor computers. En vanaf die tijd ben ik betrokken geraakt bij informatiebeveiliging. Viruschecking, mijn eerste keer. Mooie tijd, want de vorige spreker zei, ik ben blij dat ik de tijd heb gehad om over dit soort dingen na te denken. Wij konden hier ook op lachen en we konden een vergadering over beleggen. En ging ik daar eens uitgebreid in, wat ik daar tegen moest doen en zo. Er was gewoon niks tegen te doen, want er stond nauwelijks. En bovendien moest je eerst de risicoanalyse gaan doen, of je nu überhaupt wel last van zou krijgen, hè? Dat deed ik toen nog. Ik zou niet van denken. Toen wel. Maar toen kwamen de 80er jaren en wij begonnen de nul te krijgen van wat is nou informatiebeveiliging. En mijn collega en ik begonnen artikelen te schrijven. Job Bouts, de award is ernaar genoemd, een collega van mij, en we zijn gaan schrijven wat we binnen het Rijkscomputercentrum aan beveiligingsmaatregelen namen. Nou, u wilt niet weten, ik weet niet hoe intern open u bent, maar wij kregen discussies op stafniveau van, moet eens kijken, die Brouwer en Bouts die schrijven gewoon in een blad wat iedereen kan kopen hoe onze beveiliging eruit ziet. Dat is toch vraag om problemen? Daar hebben we wekenlange discussies over gehad. Nou ja, dan krijg je van mensen die censuur willen plegen, mensen die zeggen, nee, dat is juist vakontwikkeling, moeten we doen. Nou, we hebben het gedaan en het leuke was dat wij na 2, 3, 4 van die artikelen die gewoon over toegangsbeveiliging gingen. Wanneer doe je wel en niet tegen toegangscontrole? Wanneer doe je wel en niet iemand in je hoeverij niet? En mag je dan met meer mensen gebruiken? Ja, nee, dat soort ingewikkelde vraagstukken dachten we over. Toen begonnen we gebeld te worden. Door Shell, door Philips, door Hoogovens. Wij merken dat jullie met dezelfde problemen bezig zijn als wij. Misschien een stapje verder zijn, mogen we eens langskomen. Nou, dat is voor mij het begin van een adviespraktijk geworden. Ach, een adviseur is iemand die net een pagina verder is. Hè? Toen belde de ik moet ik nou niet zeggen wat mijn opdrachtgever thuis is. Dat zit met een keer kort. Maar ja, binnen 4 weken dan. Toen begon de uitgever te bellen van, joh, dat blad van jullie, wij schreven toen, ik weet niet of u het nog kent, het blad Informatie. Daar schreven we dat in en de uitgever begon te bellen van, joh, die artikelen die zijn zo gevraagd, kunnen jullie een boekje van maken? Nou, heb ik tweede tip voor als je met pensioen of niet, als je in dit vak wil zitten, ga nooit een boek schrijven. Dit is een vreselijke klus. Maar mijn finest moment was dat 10 jaar nadat het boek uitgekomen was in 1986, studeerde mijn zoon af in Tilburg en die belt mij op zondagavond op. Zeg, wat staat er in dat boek voor jou?
In 10 minuten, want meer tijd heb ik niet. Morgen moet ik examen doen. Toen dacht ik, toen was ik dus 1996, het boek komt stamt uit 1986, ademt nog de bodemgeur van kobol en dat soort dingen. Wat is hier aan de hand? Ik wist niet eens dat hij zijn weg naar ABO en in dit geval universiteit had gevonden. Maar was wel hartstikke leuk natuurlijk, zeker toen hij weer ook nog eens een keer eindexamen, of hoe heet dat, zijn scriptie overschreef. Het bleek dat er dus belangstelling voor was. Sterker nog, het is nu 40 jaar later, ik kom weer bij die opdrachtgever. En daar kom ik met iemand in gesprek en we kregen het hierover. Die zei, verrek, is dat boekje, is dat voor jou, heb jij eraan geschreven? En die liet zijn afstudeerscriptie van zijn IT-opleiding van een paar jaar geleden zien. En dat stond er in de literatuurlijst, nog steeds niks veranderd. Is er dus veel veranderd in die tijd? Jongelui. Kan nog net, hè? Jongelui, waar zijn ze? Hier. Je hebt een geweldig vakje. Vanaf nu, je weet alles. En toen werd het interessant, want toen mocht ik voor BZK, de toenmalige Binnenlandse Zaken, naar Londen, Bonn en Parijs. Naar het Bundesamt voor Sicherheit in de Informationstechniek. Ja hoor, het besteedt nog immer. En die maken geduchte boekwerk. Puntlich, goed doorbrocht. En je hebt er wat aan. Maar wij mochten voor die club de IT Security Criteria gaan ontwikkelen. Dat door Europa gevonden. Wat staat daar nou in? Ga ik ook wel even iets over zeggen hoor. Kruisverwijzingslijst, dat is ook wel leuk, hè? Die maken we nog steeds. Want wij hebben een hoog knip- en plakgehalte in ons bedrijf, dus iedereen die in ons vak en dus iedereen heeft een eigen normenset, maar soms zie je letterlijk dezelfde zinnen staan in een net ander nummer kruisverwijzingslijst te maken. En dat zijn wij als vakgebied ook hartstikke goed. Wij zijn vreselijk goed in Excel en het correleren noemen we dat dan, hè? Kruisverwijzing van lijstjes. We gingen modelleren. Nou, misschien is er nog iemand die zo oud is dat hij dit herkent. Jarenlang gebruik. De kubus. Van Roerik, daar was die op gebaseerd, maar wij hebben hem ingedeeld in de BIF-indeling en gezegd van nou, je kunt preventief en herstellende maatregelen nemen, je kunt het programmeren, procedura. We hebben daar een boekje over geschreven met daarin voor ons bedrijf toen, wat voor pakketje maatregelen zitten nou in elk van die kubusjes. Dat boekje. Dat is dat langwerpige ding in het midden. Was niet meer aan te slepen. Dat wilde iedereen hebben. Binnen en buiten onze klantenkring. Maar dat was hartstikke handig. Nou, slag. Een baseline afhandelen. Net. Hele discussies met hoogleraren gehad. Of baseline wel bestonden. Of dat wel kon. Nou, en het heeft zijn weg gevonden tot ver over de grenzen. Hij is echt vertaald in het Russisch. Zelfs Poetin. Ik kon er niet van afleggen. En om te bewijzen dat het van ons afkwam, hebben we toch die onderste regels maar laten staan. Dat is het enige wat ik lezen kan in het verhaal. En de rest kan ik vermoeden. We gingen organiseren. Dit soort organisaties ontstond. En ik prijs me nog steeds gelukkig dat ik met Joop Wouts destijds vanuit het EGI het initiatief onder andere genomen heb om met de PVDB aan de gang te gaan. Wat geleid heeft tot het feit dat u hier zit. Zo simpel is het, hè? Puntjes verzamelen, even met de sprekers aanhoren en weer een broodje eten. Maar het ISF ontstond, Information Security Forum, die maakt daar gebruik van. Vraag iedereen, denk ik toch? Nee, is wat te duur. Zo niet? Nou, jongens, kom op. Isaka, nou, die is er geen lid van Norea. En zo zijn er nog vreselijk veel meer, ik hoef ze niet eens allemaal te noemen. Daardoor ontstonden er ook al die normenkaders die we weer konden gaan kruisverwijzen. En nou bleven we lekker bij. We gingen nadenken. Ik zie mij nog zitten in de kelder van het ministerie van Onderwijs, toen nog in die Apeldoorn, in Zoetermeer. Waarbij het VIR, het voorschrift informatiebeveiliging, Rijksdienst 94, verordeneerde dat er afhankelijkheids- en kwetsbaarheidsanalyses moesten worden uitgevoerd. Punt. Was getekend. Lubbers. Er stond niet bij wat dan een afhankelijkheidsanalyse was en wat dan een kwetsbaarheidsanalyse inhield.
Dus onze eerste opdrachtgever die zei, ja, we moeten hier aan voldoen, maar we weten niet wat het is. Willen jullie dat voor ons ontwikkelen? Samen met de toenmalige ACIP, onderdeel van BZK, die alles wist over hoe je dit soort voorschriften moest interpreteren, zaten we met de benen op tafel, toen nog een flip over, whiteboards bestonden niet, om te denken, wat is nou afhankelijkheids- en kwetsbaarheidsanalyse? Nou, wie van jullie weet dat nog? Ja, ik houtjes, die weten dat allemaal. Krem. Maar als ik zeg van Krem, als ik zeg van Iran, als ik zeg risicoanalyse, dan weet iedereen waar ik het over heb. Nou, hier lag een soort van bron. Iedereen spuugde erop, maar als je dan naar Krem keek, dan vond je toch eigenlijk wel de simpelheid zelf dit, hè? Dikke boeken hoefde je niet meer doorheen. En je kon er zelf iets over zeggen. Wat nieuw was in dit geheel, was dat we niet meer naar risico is kans van schade. Dat was toen nog een beetje gangbaar. Maar ja, niemand wist precies wat de kans was en niemand wist precies wat de schade was. Wie er dan uiteindelijk uitkwam. Die afhankelijkheidsanalyse had iets van iets softs in zich. Hè, van wij denken dat, of wij voelen dat. En als we dat nou met z'n allen nog maar eens zijn, dan zal het die richting wel ongeveer uitgaan. En dat heeft zich later ook ontwikkeld. Als je nu kijkt, zeg maar 30 jaar later, dan doen we eigenlijk nog steeds dezelfde basis. MapGroove, is dat een kreet die jullie wat zegt? Niet zo lang, maar zo erg gewoon. Yes! Uitgevonden toen wij de afhankelijkheids- en kwetsbaarheidsanalyse hebben uitgezocht. MapGroove is nooit een Engelse kreet geweest, het is gewoon MapGroove. Mens, apparatuur, programmatuur, gegevens, organisatie, omgeving en diensten. Opa fit, net hoe ik noemen wil, al die omgevingsfactoren, die, mag ik ook opa fit noemen voor vanavond wel goed, hè? Al die omgevingsfactoren die je nodig hebt voor informatiebeveiliging, maar we kwamen toen toch ook al wel tot de ontdekking van ja, informatiebeveiliging is leuk, en je kunt de computer wel beveiligen, maar er is ook nog een menselijke aspect. Er is ook nog een omgevingsaspect. Er zijn ook nog dienstenleveranciers waar we misschien nog gaan outsourcen. Moeten we daar ook niet wat mee? Nou ja, dat soort dingen. En dat ontwikkelde zich in die jaren. Vertel ik u niet iets uit de oude doos? Nee, want dat doen we nog steeds. We gaan nog steeds die omgevingsvariabelen naar. Als we kijken naar de ISO 27001, willen we nog steeds al die dingen precies op een rijtje hebben. De wet. Op de privacybescherming, die weet nog goed hoe de eerste wet heette. Het was niet wetbescherming persoonsgegevens, maar BPR. Precies, dat was het. Ja, wet persoonsregistraties. Die is uitgevonden toen we voor de allereerste keer de toen nog bestaande inventarisatie van Nederland, de volkstelling deden. Het was de eerste keer dat die geautomatiseerd zou worden verwerkt. En toen al was meneer Gongrijp een beetje in de contramine en die zei van ja, dat is leuk. Maar dan weet de overheid alles van ons, die kan alles correleren, het zit in computers en dat willen wij dus niet. En als gevolg van die discussie heeft er daarna nooit meer een volkstelling plaatsgevonden. En heeft, is de wet op de bescherming van persoonsgegevens gekomen. Die gaf toen, praatje 1976 uit mijn hoofd, ontstaan. Wat hoor ik tot mijn stomme verbazing vanmiddag op de radio? Dat het CPP heeft bedacht dat de privacy van ons met z'n allen ongelooflijk slecht beveiligd is bij de Nederlandse gemeenten. Dat die vragen maar raken, die hebben geen idee wat ze met die gegevens moeten, wat ze ermee mogen en hoe dat zit. Dan denk ik van, verdikken we zijn 30, 40 jaar verder, we zijn van twee nieuwe wetten verder. Maar het probleem is nog steeds precies hetzelfde. Ik heb, omdat ik ging pensioneren, ik denk te gaan pensioneren, heb ik geprobeerd mijn LinkedIn-account, wat op mijn zakelijke e-mailadres staat, naar mijn persoonlijke e-mailadres te krijgen. Nou, dan gaan we. Waarom gaan we? Ik moest het zetten naar een e-mailadres wat al bestond. Dan moest ik dat eerst intrekken. Nou, nee, doe ik dat. Hoe moet je dat doen bij LinkedIn? Nou, u zult het geloven of niet. Klik op deze applicatie. Je klikt op die applicatie. Ik weet niet of iemand van u dat alles gedaan heeft. Maar dan krijg je het volgende horrorscenario in de IB-termen. Je moet je cameraatje aanzetten. En op je cameraatje moet je een geldig ID laten zien.
Voorkant en achterkant. Vervolgens moeten ze je gezicht zien. En dan wordt er gemeld of het wel of niet geldig is en dat jij jij bent en dat je dus ook dat account kan intrekken. Toen dacht ik van ja, dat gaat me te ver. Dus ik heb keurig mijn vinger gehouden over mijn rijbewijs en had daar het BSN-nummer. Stond. Daar kreeg ik een foutmelding op, want ze konden niet de hele kaart zien. En toen ben ik gestopt. En ik weet nog niet hoe ik verder moet. Maar dat is de stand van nu. LinkedIn. En ze doen het principieel goed, hè. Ze willen weten wie je bent, ze willen weten, zeker weten dat nieuwsbrief niet van mij is. Maar we zitten nog in de tijd van Ron Grongruik, die zich bang maakte voor de privacy. Het is niet gewaarborgd. Ik zou niet weten hoe ik LinkedIn hierin moet vertrouwen. Maar een tip, ga niet met pensioen. We barsten inmiddels van de normen. Nou, wie van jullie kan nog precies onderscheid maken tussen deze normen en kan vertellen waarom je ze gebruikt, wanneer je ze gebruikt, waarom je ze gebruikt en wat ze doen. Als je er doorheen leest, en ik zei dat net ook al, het is een hoog knip en plak gebeuren. Het lijkt wel of al die PVBA-leden in allemaal verschillende werkgroepen hebben gezeten, maar wel na elkaar, hè, zodat ze konden, oh, maar ik heb nog wel wat, weet je, kun je er zo in plakken. Als je de Nederlandse Bank ziet, die op dit moment aan bankaire instanties garanties vraagt, die doet het dan weer op basis van COVID. Nou, ik weet niet of ze inmiddels al op 5 zitten, maar een paar jaar geleden was het nog 4, is het inmiddels 5. Nou,